De Tilburgse kermis als grootste kermis. Tilburg beroemt zich er graag op dat de Tilburgse kermis de grootste kermis is van het land, van de Benelux. Nou, daar mogen ze natuurlijk ook, want het is de grootste kermis, een van de grootste van Europa. Wat ik dan altijd interessant vind als je zoiets vaststelt, is je afvragen hoe kan nou dat die Tilburgse kermis zo'n grote kermis is geworden. Want in principe is het organiseren van elke kermis komt op hetzelfde neer. De gemeente verleent een vergunning, zoals de Tilburgse gemeente dat doet. En de ondernemers, de exploitanten, die komen met hun vermaakzaken naar de kermisplaats, in dit geval Tilburg. En deze factoren om een kermis te organiseren zijn overal hetzelfde, dus ook in Tilburg. Hoe kan het dan dat net die Tilburgse kermis groot is geworden? En het antwoord daarop is de aard van de Tilburgers. Tilburgers namelijk, die zijn heel sterk gericht om zelf iets te doen, zelf initiatieven te nemen. Tilburg, een van de grote krachten van deze stad is dat als je een idee hebt, dat je in staat wordt gesteld door de fijnmazige netwerken die er zijn om ideeën te realiseren. En dat zie je ook terug in de kermis. Dus de kermis is georganiseerd en omdat de Tilburgers zich door die kermis van oudsher lieten inspireren om tijdens die kermis of de gelegenheid van de kermis eigen initiatieven te nemen. Juist daardoor, door die randverschijnselen, is die kermis zo groot geworden. En een heel bekend voorbeeld natuurlijk van iets wat ter gelegenheid of tijdens de kermis is georganiseerd, is de Roze Maandag. Elke dag heeft tegenwoordig wel een activiteit. Maar er zijn ook allerlei andere randverschijnselen, zoals tenten met optredens en noem maar op. Dus de aard van de Tilburger die graag bereid is om initiatieven te nemen, zich er iets te laten inspireren, dat is de grote kracht van de Tilburgse kermis.